Ja, we zijn nu op de afdeling oncologie, het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Ja, hier in de apotheek wordt ook cytostatica bereid, dus chemokuren. Cytostatica, een gevaarlijk goedje. En dat is soms nodig voor de patiënt. Als je ziek bent heb je het nodig, maar voor de medewerkers hier en op de afdeling kun je beter niet in contact komen met die stoffen. Dus wij hebben vrij veel beheersmaatregelen om te voorkomen dat die stof buiten het infuus of buiten de patiënt komt. Nadat er hier in de apotheek bereid is of op de afdeling de kuren zijn toegediend, wordt de afdeling schoongemaakt. En dat hebben we vrij goed geregeld. Alleen we willen toch wel eens nu en dan een check doen van hoe goed hebben we het nou geregeld. Maar na het schoonmaken ga je ervan uit dat het schoon is. Dus dan zou je er zonder handschoenen, zonder mondkapje moeten kunnen lopen. Die ga je standaard meten. Bijvoorbeeld de leuning van een stoel waar de infuusnaald in komt. Ja. Die ga je altijd meten. Maar er zijn een paar andere vaste plekken die spreek je ook met elkaar af. Krijgen we een uitslag? En het is een leuke discussie. En een nul zou je graag willen, dat je niks vindt. Dus de ene analist voert het in, daar zitten ook controlestappen bij. Dat er geen hele rare getallen die niet kloppen in het systeem komen. Maar er is ook een soort grenswaarde. En eigenlijk wil je altijd onder die grenswaarde blijven. Wat ook een belangrijk punt is, dat hebben we nog niet genoemd. Het kan zijn dat er een incidentje plaatsvindt met cytostatica. Dan moet je schoonmaken. Maar je wil pas weer die ruimte gebruiken op het moment dat je zeker weet dat die schoon is. En dan zouden we eigenlijk ook heel snel de apotheek moeten hebben die de veegproef kan doen. En ook heel snel de uitslag. De meeste uitslagen worden digitaal gerapporteerd. Want eigenlijk wil je die kamer pas weer gaan gebruiken op het moment dat je weet van hey, hij is weer veilig, hij kan weer. Veegproef is belangrijk, alleen het proces waarmee je voorkomt dat er ergens cytostatica rest op... op de grond zijn of op de tafel zijn, dat is veel belangrijker. Veegproeven moet je echt zien als een check van hebben we het goed gedaan, ja of nee. Ja, daar zijn we blij dat we de apotheker hebben.